Dat ben ik dan. Maar zolang onze zetel in de Tweede Kamer gekraakt is, zult u het met mij moeten doen. Het is niet anders. Om te beginnen wil ik graag zeggen dat ik blij ben om u allemaal hier vandaag in Den Bosch te zien. We hebben heftige tijden achter de rug met veel gedoe, maar u bent er nog en dat is een stevig fundament voor onze toekomst. Want 50 plus is ook de komende jaren alleen maar meer nodig. Als je elke dag luistert naar de herrie van de maatschappelijke discussies, is het niet eenvoudig voor de oudere Nederlanders om daar nog bovenuit te komen. Terwijl het aantal 50-plussers elk jaar toeneemt. En er zijn meer dan genoeg onderwerpen waar het belang van de oudere Nederlanders gehoord moet worden. Om er een paar te noemen. De gezondheidszorg. Als het gaat om de kwaliteit, maar ook over de betaalbaarheid, de premies. De woonvoorzieningen. De vele afgelopen jaren is er nog weinig rekening gehouden met de speciale woonmensen van senioren, waarbij ook belangrijke thema's spelen als veiligheid en leefbaarheid daarbij. Zelf ben ik elke dag bezig met het pensioen in Nederland. Om de premies betaalbaar te houden voor onze jongeren, onze kinderen, voor degenen die dus nog werken, maar vooral ook om te zorgen dat de uitholling van onze pensioenen wordt gestopt. In de kassen van pensioenfondsen zit genoeg geld, maar de rekenmodellen van de Nederlandse Bank en van de overheid forceren nu al jaren misplaatste zuinigheid. Ik zal je niet verbazen, ik kom daar straks op terug. Ik noemde al het woord rekenmodellen. Die worden tegenwoordig op zowat alles toegepast. Vooral sinds de uitvinding van de computer hebben rekenmodellen de plaats ingenomen van inzichten en het gezonde verstand. Wat is een rekenmodel eigenlijk? Het is het naast elkaar zetten van een paar getallen van een bepaald probleem en daar dan variaties op loslaten. Bijvoorbeeld een paar producten, de prijs ervan, de vraag ernaar en het aantal mensen dat het gaat kopen voor een bepaalde prijs. Als je dan in dat model schuift met de prijs, zie je de omzet omhoog gaan of omlaag gaan. Of je ziet meer mannen dan vrouwen iets kopen. Of omgekeerd, het ligt er gewoon aan welke gegevens je in het model stopt. Maar de werkelijkheid is altijd anders. Als ik zo'n modelletje gemaakt heb, maar ik ben de regen vergeten en het regent een week lang, dat het giet, dan kan ik met de prijs schuiven wat ik wil, maar er komt niemand naar mijn winkel toe. Er is gewoon geen hond op straat. Rekenmodellen lijken zekerheid te bieden, waarop beleid gevoerd kan worden. Maar het gaat om schijnzekerheden. Gewoon omdat het vaak toch anders gaat. Wie had COVID in zijn modellen zitten? Dan zijn al je voorspellingen ineens waardeloos. Als je dan alleen maar met modellen kan werken en niet hebt geleerd om zelf na te denken, om visie te hebben op de praktijk, om mensenkennis te hebben en kennis waar je het over hebt, dan zit je vast. Dan wordt het gokken of miskleunen. Dat is niet fijn als het gaat om het belang van de mensen. Het Centraal Planbureau levert voor het regeringsbeleid steeds allerlei berekeningen, waarop dan beleid wordt gebaseerd. Dat lijkt degelijk, maar het is best interessant om elk jaar te kijken wat er van die voorspellingen achteraf heeft geklopt. Dan pas weet je of je op de goede weg zit en zat. Het vreemde is dat zowel de politiek als de media juist daarvoor weinig belangstelling hebben. In het bedrijfsleven tellen de productiecijfers en de gerealiseerde omzet, maar in de politiek tellen de beloftes en vergezichten veel zwaarder dan de concrete uitkomsten. Nog sterker, de voorspellingen blijken er achteraf vaak naast te hebben gezeten. Maar daar is dan niemand in geïnteresseerd. Nog sterker, er komen dan gewoon nieuwe modellen en nieuwe voorspellingen. Ook het klimaatbeleid werkt met modellen. Ze worden zorgvuldig gemaakt, vast wel. Maar kloppen ze ook? Is de natuur toch niet net wat ingewikkelder? Modellen moet je nooit voor waarheid aannemen, maar hoogstens voor waarschijnlijkheid. Maar de mensen gaan handelen alsof het om de werkelijkheid gaat. Ik denk dat veel mensen in dit land ervan overtuigd zijn dat de zeespiegel al gevaarlijk aan het stijgen is. Maar als je naar Scheveningen gaat, zie je nog geen millimeter verschil.
Elke dag doemberichten over het klimaat programmeert dus wel degelijk de houding van de mensen. Samenleving en politiek worden zo rijp gemaakt om ingrijpende beslissingen te nemen en die ook te aanvaarden. Maar zijn dat dan de goede keuzes? Eigenlijk geen idee. Straks staat het land vol windmolens, maar zijn we kernenergie vergeten? Als we dat hadden ingezet, hadden we geen enkele windmolen nodig gehad. Hoe zouden we dat dan achteraf vinden? Ons elektriciteitsnet kan straks al die stroom bij lange niet aan. Hoe gaan we dat oplossen? Ik denk wel eens dat we in het Westen zo gewend zijn dat alles wat we willen ook binnen bereik ligt. Dat we een revolutionaire omwenteling hopeloos lijken te onderschatten. Ook ben ik bang dat we de prijs van al die veranderingen onderschatten. Met wat voor lasten zadelen we straks de mensen op? Hoe komen de oudere mensen met geen of een klein pensioen straks uit? 50PLUS zal bij de klimaatpolitiek niet alleen kijken, uiteraard, naar de schone lucht, maar ook naar hun portemonnee. Straks kom ik ook nog over het pensioen te spreken, want ook dat is nog lang, ik zou haast zeggen gelukkig, niet geregeld. En zeker niet goed. Terwijl de ouder wordende bevolking echt geen plotselinge omwenteling was. Dat kon iedereen al meer dan een halve eeuw zien aankomen. Als we dat al niet goed kunnen plannen en managen, hoe moet het dan met de kosten van het klimaat? Nog een effect van het model. Van een model. Het houdt volgens de plannenmakers op bij onze grenzen. U stapt zo de grens naar Duitsland over, maar het model stopt daar. De helft van de Nederlandse veestapel schijnt weg te moeten. Maar als die helft over de grens gaat grazen, in Duitsland en in België, heeft Nederland zijn bijdrage geleverd, terwijl die koeien nog steeds op onze wereldbol grazen. Het model is gediend, maar de werkelijkheid is niet veranderd. Wij sluiten een kolencentrale en de aarde haalt verlicht adem, zo denken wij. Heerlijk. Terwijl er in China ruim 2.500 in gebruik zijn en er in de komende jaren nog honderden bijkomen. Maar China ligt toch ook op onze aardbol. Terwijl wij straks bij wijze van spreken met een tandenborstel de laatste streepjes vuil wegpoetsen, is de wereld om ons heen nog fors aan het vervuilen. We hebben 17 miljoen inwoners en dat is voor ons kleine land best veel. China en India hebben er samen 200 keer zoveel. En daar moeten ze nog beginnen met serieuze milieuplannen. Afrika heeft eeuwenlang veel minder inwoners gehad dan Europa, maar heeft er inmiddels meer en dat aantal zal binnen 20 jaar verdubbelen, terwijl Europa krimpt. Afrika staat nog aan het begin van zijn economische ontplooiing en groei. Terwijl wij vergrijzen, vergroenen zij. Ja, vergroenen qua leeftijd. Daar komen nog heel veel mensen bij. Als je al die verhoudingen ziet, vraag je je af waarom Nederland zichzelf het idee heeft gegeven dat als wij voorop lopen, de wereld gered gaat worden. Ja, Nederland kan wel wat, zelfs veel, dat hoort u zo. Maar bij ons merk je soms de klimaatpaniek. In Azië en Afrika, waar de problemen veel groter zijn, is het nog steeds erg stil. Voor alle duidelijkheid, ik wil de klimaatverandering niet bagatelliseren. Integendeel. Maar ik gebruik dit voorbeeld om vast te stellen dat het denken in modellen een werkelijkheid creëert die zomaar kan leiden tot hopeloze verdeeldheid, torenhoge kosten, verarming van veel mensen, een verknoeid landschap en een waardeloze uitkomst. Nog iets erger wordt het als ondeskundigen, met de nadruk op on, modellen gebruiken om beleid zomaar even naar boven of beneden bij te stellen. In een advies staat 40%. We maken er 50% van, want dat is progressiever. Het doel moet in 2035 zijn gehaald. We maken er 2030 van. Dat is pas daadkracht. Maar is dat reëel? De afgelopen jaren zijn de plannen ons voorbij getuimeld. We hebben met Nederlands belastinggeld de Amerikaanse onderneming Elon Musk nog rijker gemaakt dan hij toch al was door zijn Tesla's met vele duizenden euro's
dus subsidiëren. Was dat nou verstandig? We hadden zo'n haast dat we blijkbaar geen dag konden wachten. Alles moest eerder en sneller, sneller zelfs dan de modellen. De windmolens schieten als paddenstoelen uit de grond en uit de zee. En zonnebeiden groeien als kool, maar hoe houdt zich dat alles tot de werkelijkheid? Dan gaat het niet alleen om bijvoorbeeld de capaciteit van het stroomnet, maar ook om maatschappelijk verzet en bestuurlijke impasses. Kijk eens hoeveel tijd het kost om één kabinet te maken. Kijk eens hoe lang plannen bij gemeentes blijven liggen. Kijk eens naar het échec van de toeslagen bij de kinderopvang. En dan doen we het klimaat er even bij. Er komt steeds meer verzet tegen windmolens. Straks loopt het bestuurlijk vast. Is er ook een bestuursmodel? Hoe is het ook alweer de werkelijkheid? Denkt u heus dat wij dadelijk gesubsidieerd gas gaan afschalen, terwijl Duitsland en België het gesubsidieerd gas gaan opschalen? Mooi die gestileerde werkelijkheid, maar dan graag daarnaast nog op inzicht en werkelijk verstand van zaken. Maar klimaat, ik gaf het al aan, kent ook goed nieuws. Let op. Vanuit een volledig andere invalshoek, namelijk vanuit optimisme. Ons land heeft, en niet eens toevallig, ongeveer alles in huis om werkelijk op wereldschaal van dienst te kunnen zijn bij de gevolgen van de opwarming van de aarde. Mijn vraag is hier, waarom gebruiken we die beschikbaarheid eigenlijk niet veel meer en veel zichtbaarder? Tot voordeel van de wereld en voordeel voor onszelf. De gevolgen van klimaatverandering zijn stijgende zeespiegels en overstromingen, maar ook grote droogte, tekorten aan voedsel en hongersnood. Wij zijn de beste waterdeskundigen ter wereld. Dankzij de ligging van ons land in een delta van grote rivieren en aan de zee zijn wij de beste dijkenbouwers, de beste waterregelaars en de beste baggeraars ter wereld. Kijkt u eens naar de wereldnaam die Delftse ingenieurs hebben. Door onze krapte aan grond zijn wij de beste voedseldeskundigen en zaadveredelaars ter wereld. Lees maar eens hoe Wageningen bekend staat buiten onze landsgrenzen. Op computertechnisch gebied is Eindhoven een wereldspeler en Nederland is voor Europa de rotonde voor het internet. Aan al die kundigheid zijn ontelbare internationale opererende ondernemingen gelieerd. Nederland kan bij het teweerstellen tegen de bedreigingen van klimaatverandering een beschermende en verlossende rol spelen over de hele wereld en ten behoeve van ontelbare mensen. Je hoeft niet te klappen als ik water drink, hè? Dat kan dan wel eens tegenvallen. Dan moeten we toch met een sip gezicht onszelf een probleem aanpraten. Dan heeft Nederland kans op een tweede gouden eeuw, maar dan zonder geweld, onderdrukking en slavernij. Wat een groot perspectief. Als we met z'n allen eens zo tegen het klimaatprobleem gingen aankijken, dan komen onze lichtjes terug in de ogen. Dan komt er weer optimisme in dit veel te pessimistische land. Dan lossen we megaproblemen op en voegen rijkdom en nog meer kennis aan onze toch al grote welvaart en welzijn toe. Wat een fantastisch perspectief. Zullen we dat op de politieke agenda zetten in plaats van al die somberheid? Zonder water. 50-plussers hebben veel levenservaring. We hebben de zon gehad en de regen. We hebben tegenslagen leren overwinnen. We hebben meevallers gehad. We proberen verstandig met elkaar om te gaan, grijzer, maar ook wijzer. Een forse scheut optimisme doet wonderen met je. Luister naar Goedhart. Presentatie. Doet wonderen met je omgeving. De jeugd is handiger met informatietechnologie dan wij. Maar onze levenservaring zegt ons dat stemming en sfeer tenminste zoveel bijdragen aan een leefbare omgeving. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik de stemming en sfeer van vriendelijkheid, tevredenheid en optimisme wat mis in deze jaren. Misschien dat we daarom niet kunnen zien wat voor positieve aspecten er zitten aan een uitdaging als klimaatverandering. Ik hoor sowieso vaak boosheid en cynisme.
Wat doen we elkaar aan in de relatieve korte tijd dat we in deze wereld mogen zijn? Pluk de dag heette dat vroeger. Tegenwoordig lijkt het eerder wals het plat. Daarom roep ik op tot een geestelijke klimaatverandering. Tot het met elkaar scheppen van een leefklimaat waar we oplossingen vinden in plaats van problemen te zoeken. Waar we vertrouwen weer ruimte geven in plaats van het cynisme waar we zoveel dingen de maat nemen. Laat ons ouderen eens de agenda maken van de samenleving en laat ons begrippen als vriendelijkheid, geduld en tevredenheid harmonische kleuren geven aan onze samenleving. Laten we in de muziek wat minder ritme en wat meer melodie stoppen. Ik weet, politieke verhalen gaan veel meer over eisen aan de regering en over protesten tegen misstanden. Ik kies vandaag bij mijn ouverture voor een meer uitnodigende grondtoon. Dat geldt juist ook voor 50+. Er is bij ons te veel geruzie en gedonder geweest. Zo jaag je de mensen weg die je juist van dienst zou willen en moeten zijn. Maar het is nog lang niet te laat. Het merk 50+ is nog steeds ijzersterk en we hebben daarmee goud in handen. Het aantal senioren in Nederland groeit relatief en absoluut. Onze stem kan en moet gehoord worden. De naam 50+ zet precies wat wij moeten zijn, de belangenbehartigers van een grote groep van onze bevolking. In de Eerste Kamer zijn mijn collega Martine Baai en ik onverminderd in touw om onze belangen te bepleiten bij de regering en steun daarvoor te zoeken bij de andere fracties. Onze rol wordt gezien als serieus en kritisch, maar ook constructief en wij worden betrokken bij veel informeel overleg binnen de Eerste Kamer, maar ook met de ministers. Martine Baai, ik geef er voorbeelden van, heeft bij de vele gevoerde coronadebatten telkens bij voorgestelde maatregelen, die vaak een inperking van de grondrechten behelzen, de afweging moeten maken of deze constructief en noodzakelijk waren, waarbij de kwetsbaarheid van onze achterban een belangrijke rol speelde. 50+ stemde mee voor uitstel van de invoering omgevingswet, omdat de ICT en de financiën niet op orde waren en ook nog niet zijn. En ook hebben wij vol overtuiging een motie over het tijdelijk bevriezen van de huurprijs mede ingediend, nu de woningmarkt compleet op stop zit. Die motie heeft er overigens uiteindelijk toe geleid dat het kabinet die huurprijzen heeft bevroren. Tot ontsteltenis van het kabinet destijds. En dit was niet de tweede, maar wij doen onze naam eer aan, de Eerste Kamer. Ja, let op. Martine stelde kritische vragen ook over de noodzakelijke herkeuring van ouderen ter verlenging van hun rijbewijs, maar doordat het CBR gigantische keuringsachterstanden had, zouden zij buiten hun toedeling hun mobiliteit verliezen. Op vele terreinen, tot aan de grondwetswijzigingen toe, drukt 50+ haar stempel op de uiteindelijke parlementaire uitkomsten. Want in de Eerste Kamer is het laatste woord. De Eerste Kamer heeft het laatste woord. Die bedenk ik even nu. Die moet ik even onthouden. Ja. In de publiciteit heeft hij over 50+ in de Senaat geen onvertogen woord gelezen. Ik hoop van harte dat wij vanuit de Eerste Kamer 50+ weer nationaal beter onder de aandacht kunnen brengen van al die vrouwen en mannen die rijkhuisophalzend uitzien naar het behartigen van hun belangen. Dat is werkelijk heel hard nodig. Het pensioendossier is het beste voorbeeld dat de belangen van de ouderen niet veilig zijn als er in Den Haag geen duidelijke, inspirerende en vakkundige presentatie wordt gegeven over de gevolgen van de huidige en de dreigende toekomstige regels voor onze pensioenen. En nou begin ik, pas. In duidelijke taal. De rekenrente moet omhoog, ja daar is die, en het pensioenakkoord moet van tafel. Gaat u er maar eens voor zitten. 50+ is ontstaan omdat bij de mensen de zorgen groeiden over twee unieke Nederlandse kroonjuwelen, de AOW en het aanvullend pensioen, ons prachtige stelsel. Ooit opgezet als een prachtige zekerheid voor de oude dag. In geen enkel land ter wereld, ook niet in Europa, ook niet bij onze buren,
bestaat er zo'n voortreffelijk systeem. Al die landen hebben eigenlijk alleen maar een AOW en geen aanvullend systeem. Hebben de Duitsers gisteren ontdekt in het akkoord van de knipperlichtclub. Wel nu, de afgelopen 20 jaar is over die zekerheid steeds grotere onzekerheid ontstaan. Eerst werd er gesnoeid, toen zelfs gezaagd in de boom van het stelsel. 50PLUS is opgericht om aan die discussie een einde te maken en onze kroonjuwelen te beschermen. Om weer zekerheid te bieden aan de ouderen en de toekomstige ouderen in Nederland. Waarom moest er eigenlijk worden gesnoeid en gezaagd? Ja, werd gezegd, er komen steeds meer ouderen. Dat klopt. En dat aantal konden we vanaf de jaren 40 van de vorige eeuw al precies voorspellen. Het aantal geboortes plus de levensverwachting. Zo moeilijk is dat toch niet? Die levensverwachting is toegenomen. Ja, dat is zo. Geweldig. In 1950 was de gemiddelde levensverwachting voor mannen 70 en voor vrouwen 72 jaar. Daar is 10 jaar ruim bijgekomen. De man gemiddelde leeftijd is nu 80 voor mannen en 83 voor vrouwen. Maar het nationaal inkomen is in die 70 jaar nog veel harder toegenomen. Is er wel een verzekeringsfinancieringsprobleem? Nee, zeggen wij, en ik ga het u uitleggen. De AOW zou welvaartsvast zijn, maar is al lang alleen waardevast. In de wet staat dat die welvaartsvast is, hè? Hij is alleen waardevast. Wat is het verschil? Dat de winst van de welvaart niet wordt doorgegeven aan de ouderen. Al 14 jaar worden de pensioenen niet verhoogd. Wat wil dat zeggen? Dat die zelfs in waarde uiteraard fors is achteruit gegaan. De koopkracht van de pensioenen is de afgelopen 14 jaar vanaf 2008 25% naar beneden gegaan. Want ook dit jaar en volgend jaar wordt er niet geïndexeerd. Dat is dus een regelrechte achteruitgang. 25% daling van de koopkracht van de pensioenen. Met een pensioen van 10.000 bent u er nu jaarlijks 2500 euro op achteruit gegaan. En dat vinden ze in Den Haag, althans bij kabinetten, al heel lang normaal. De komende jaren moeten we rekening houden met hogere inflatie. Maar ook de komende jaren blijven de pensioenen op zijn best op de plaats. Dan daalt de koopkracht de komende jaren dus nog veel harder. Als we nu eens 5 jaar inflatie krijgen van 3%, dan gaan we van 25% naar 40% koopkracht daar. En Den Haag, ook de FNV en de VNO'ers al vinden het allemaal prima. Sommige cijfers spreken dus inderdaad, als je zo rekent, van 40%. 50PLUS zou een vuist willen maken voor alle ouderen, maar we zijn nog te klein. We zijn een vingertje. Daarmee kun je wel waarschuwen, maar geen kracht zetten. Ouderen in Nederland, let op uw zaak. In de Eerste Kamer hebben we laatst een motie verloren met slechts 3 stemmen tekort. We hadden er 35. En als de Partij van de Dieren of de Partij van de Arbeid had voorgestemd, dan hadden we fors gehaald. Maar GroenLinks wilde niet dat de Partij van de Arbeid voor zou stemmen. Dat is sinds eergisteren denk ik anders. Het belangrijkste probleem voor de pensioenen, daar gaan we weer, is de rekenrente. U hebt het woord misschien toch wel eens gehoord. Met de rekenrente stel je vast hoeveel geld de fondsen beschikbaar moeten hebben om ook over vele jaren aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Dat er over 20 jaar of zo niet ineens zou kunnen worden gezegd, hé, de kas is bijna leeg. We moeten niet alleen zorgen voor vandaag, maar uiteraard ook voor morgen. Heel terecht dat we dan eerder zuinig zijn dan dat we zouden zeggen, we zien dat later dan wel. De fondsen kunnen een mooie winst maken, maar dat wil niet zeggen dat er volgend jaar die winst ook is. Degelijkheid dus voorop, zoals dat bij ons land past. Maar het moet geen misplaatst afknijpen worden. De pensioenfondsen zijn uitstekende beleggers. En zij boeken elk jaar winsten op ons gespaarde pensioengeld, op de premies. Van gemiddeld de laatste 30 jaar 7% en de laatste jaren zelfs meer. Maar van de overheid, kabinetten en van de Nederlandse bank moeten ze net doen de fondsen of de opbrengst wordt bepaald door de kapitaalmarktrente die de laatste jaren zelfs negatief is.
Dan zwemmen de fondsen dus in het geld, maar dat, let wel, dat mag niemand zien. Het is er, maar je mag het niet zien. Het is eigenlijk nog veel gekker. Want omgekeerd doet de overheid precies het tegenovergestelde. Uw spaargeld levert op het ogenblik niets op. Maar de overheid belast het u alsof u 4% of meer rente hebt ontvangen. Dus dezelfde overheid zegt dat u meer hebt verdiend aan het sparen dan in werkelijkheid. En zegt ook dat de pensioenfondsen minder hebben verdiend dan in werkelijkheid. Dat is toch aan niemand uit te leggen. Dat is meten, overigens ook met twee maten. En toch blijft die kromme redenering jaar in, jaar uit in stand. En ik verwijt het al die partijen in de Tweede Kamer die dat nog steeds steunen ook. Recht in Nederland is soms iets kroms dat verborgen is. Ik kan het niet anders zeggen. 50PLUS heeft tweemaal een initiatiefvoorstel ingediend voor een tijdelijke verhoging van de rekenrente tot 2%. De eerste keer heb ik het gedaan, de tweede keer Corrie van Brenk. Dan zitten we nog steeds ruim onder de werkelijk gemaakte winst, die veel hoger ligt. Dus het waren meer dan voorzichtige voorstellen. Dan zouden de pensioenen niet alleen worden verhoogd, elk jaar, maar ook de achterstand, de inhaalindexatie, mogelijk zijn geworden. Omdat onze zetel in de Tweede Kamer, ik zei het al, gekraakt is, kunnen we daar nu niet veel doen. Maar gelukkig heeft de SP ons initiatiefvoorstel overgenomen. Het komt dus in behandeling in de Tweede Kamer en ga er maar vanuit nog voor de gemeenteraadsverkiezingen. En dat kunnen we dan ook goed gebruiken, kijken wie voor en tegen was. Het komt in behandeling en wij zullen dat uiteraard ook vanuit de Eerste Kamer blijven ondersteunen en ook proberen andere fracties daarvoor te vinden. Ik zal dat nu allemaal voor u niet uitrekenen, dat wordt veel te ingewikkeld, maar ik zal het zo formuleren. Die rekenrente is ook een model. U herinnert zich wat ik daar straks over modellen heb gezegd. Je mag daarmee niet manipuleren en dat doet de regering door een rekenrente te hanteren die niet realistisch is. En je moet behalve het model ook echte kennis van zaken hebben om deugdelijk beleid te kunnen voeren. Het feit dat we een onzinnige rekenrente hanteren aan de ene kant en precies het omgekeerde doen met het spaargeld aan de andere kant, wil zeggen, en dan komt die, dat de meerderheid in de Tweede Kamer voor het vak rekenen een enorme onvoldoende verdient op het rapport en dat de regering, dat is nog erger, manipulatief beleid voert. Het is allebei treurig, nee veel erger, het doet ouderen regelrecht tekort, hebben zij daarvoor hun arbeidzame leven zo hard gewerkt. De regering heeft samen met werkgevers en werknemersorganisaties en met de pensioenfondsen, daar komt het woord eindelijk, een pensioenakkoord gesloten. Dat moet de problemen voor de toekomst oplossen. Als die er al zouden zijn. Het klinkt degelijk zo'n breed akkoord, maar is het degelijk? 50PLUS is in ieder geval was, is en blijft mordicus tegen. Niet omdat wij alleen maar nee kunnen knikken, maar omdat het geen goed akkoord is. Ouderen, ik zal die techniek daarachter hier niet bespreken. Dat doe ik op een andere plek, zoals u weet. Ouderen zaten trouwens niet eens aan tafel bij dat pensioenakkoord. Terwijl al die organisaties over het menu spraken, waren wij de kalkoen. We zitten aan tafel en staan niet aan tafel, maar staan wel op het menu. Het akkoord betekent dat er fundamenteel aan de rechten van de gepensioneerden wordt gemorreld. En dan zeg ik het heel voorzichtig. In feite is het onteigening. Die rechten worden fundamenteel aangetast. Waarom wil iedereen dan toch akkoord? Tja, hebt u die klimaatakkoorden al eens nagekeken op hun houdbaarheid? Alleen gaat het met het pensioenakkoord niet over een toekomst vol onzekerheden, zoals bij het klimaat, maar maakt het de oude dag van u, van ons en ook van onze kinderen onzeker. Want niet indexeren is ook het niet indexeren van de opbouw van onze kinderen hun pensioen. Als ze dat in Den Haag zich zouden realiseren, zouden ze het glad met ons eens zijn. Intussen is de indiening van de nieuwe pensioenwet weer uitgesteld tot volgend jaar.
Het voorstel wat er lag kreeg wel heel veel kritiek. Wij van 50PLUS constateren dat het juridisch aan alle kanten rammelt, de rechten van gepensioneerden niet waterdicht beschermd, zelfs onteigend, en in de praktijk zal de wet onuitvoerbaar blijken te zijn. Overigens is daar al 5 jaar voor gereserveerd. De vakbonden zien dat er niets terecht gaat komen van de door hen beloofde indexatie van de pensioenen toen ze hun handtekening hebben gezet bij het akkoord. Maar ze hebben die handtekening wel gezet. Omdat ze zich blind staarden op een langzamere verhoging van de AOW-leeftijd, hebben ze het pensioenstelsel verkwanseld. Wat schieten de vakbonden tekort naar de gewone mensen, de werknemers, onder wie honderdduizenden leden en oudleden? Er wordt de komende jaren veel inflatie verwacht. Het leven wordt veel duurder, de boodschappen. De gasprijs loopt daar al op vooruit. Hoe moet iedereen dat straks gaan betalen? Met name de ouderen, van wie de AOW en de pensioen niet stijgen. Ja, en nu komt het. Klaas Knot. Klaas Knot. Dan hebben we ook nog de baas van de Nederlandse Bank. Klaas Knot, die de lasten van het eigen huis dramatisch wil verhogen. Morgen in Buitenhof. Hoe? Door de waarde van het eigen huis precies zo te gaan belasten als beschikbaar vermogen, zoals spaargeld of effecten. Dan wordt een deel uiteraard wel vrijgesteld, bij een huis van 5 ton bijvoorbeeld, maar over de rest moet er belasting worden betaald. Ja, de huizenprijzen zijn fors gestegen, net als de huren. Maar als je in zo'n huis woont, merk je niets van die stijging. Stel dat je huis nu 5 ton kost. Stel dat de vrijstelling 3 ton wordt, dan geldt de rest, dus 200.000 euro, als vrij beschikbaar spaargeld. 4% rente daarover is 8.000 euro, 4% van 200.000 euro. En dat moet je dan als inkomen opgeven. Tegen een tarief van 30% is dat 2.400 euro per jaar, 200 euro netto per maand. U woont nog steeds hetzelfde uit en ineens gaat u 200 euro netto per maand meer betalen. Daar kan de gasprijs niet tegenop. AOW of pensioen van zo iemand wordt dus langs die weg in feite gekort met 200 euro per maand. Is dat eerlijk? Is dat fatsoenlijk? Klaas Knot wil de huizenprijzen naar beneden praten. Naar beneden krijgen. Misschien goed bedoeld, maar wel een verkeerd middel. Bouwen zou ik zeggen. Maar moeten de ouderen dat dan gaan betalen? Moeten wij gaan betalen voor het idee dat je daarmee de huizenprijzen naar beneden zou kunnen krijgen? Ouderen die hun hypotheek keurig hebben afbetaald, worden het zwaarst gepakt. Want je wordt belast over het verschil tussen bezit en schuld. Als je geen schulden meer hebt, heb je alleen bezit en word je dus hard gepakt. Ik noem dat, onthoud dat woord maar, vanaf deze week de overwaardetax. Een nieuwe aflosboete, we hebben er al een, na de afschaffing van de wet Hille. De nieuwe aflosboete is geboren. En die is nog veel erger dan de aflosboete die het gevolg is van de afschaffing van de wet Hille. Ik noem die tweede dan ook maar om die te onderscheiden van de eerste, de knotsaflosboete. Die afschaffing van de eerste aflosboete, bij de afschaffing van de wet Hille, heb ik nog proberen te voorkomen door een nacht lang door te debatteren in de Tweede Kamer. Filibusteren heet zoiets. Zo boos was ik toen. En kan het straks wellicht weer worden in de Eerste Kamer. Martine, je bent gewaarschuwd. Het gevolg van dit alles is overigens dat straks niemand meer zijn hypotheek gaat aflossen. Je zou wel gek zijn, want als je niet aflost, blijft je schuld gewoon bestaan, tegenover het zogenaamde spaargeld van, in mijn voorbeeld, die 2 ton. En Klaas Knot wil toch juist dat die hypotheekschulden naar beneden gaan. Hij spant dus zelf het paard achter de wagen. Onbegrijpelijk dat iemand die zegt de schulden moeten naar beneden, iets roept waardoor hij toch zelf ook kan weten dat die schulden niet naar beneden gaan. Het werkt niet, Klaas, zou ik zeggen.
Maar hij luistert nooit naar mij. Ik ook niet naar hem. Dezelfde Klaas Knot wil bij de pensioenen de rekenrente niet verhogen. Dus pakt hij de ouderen aan de inkomstenkant en de uitgavenkant. Bij de belastingen en het niet indexeren. We zijn dus twee keer de klos. Wat heeft de president van de Nederlandse Bank in hemelsnaam, zo vraag ik, tegen ouderen? We hebben al anti-oudere partijen in de Tweede Kamer, maar de Nederlandse Bank kan er ook wat van. Wat willen wij dan met het eigen huis? Je moet natuurlijk wel met ideeën komen. 50PLUS stelt voor het eigen woning, het huis, geheel bij de fiscus weg te halen. Geen aftrek dan uiteraard van die hypotheekrente, die overigens al heel laag is, een paar percentage. Maar dan komt die ook geen huurwaardebijtelling meer. En ook geen andere trucs om het eigen huis te belasten. Dan is ook de aflosboete als gevolg van de wet heel vanzelf weg, want er is geen huurwaarde meer. Opletten. Dat noemen wij de defiscalisering van de eigen woning. Over defiscaliseren gesproken. 50PLUS is tegen fiscalisering van de AOW. Zoals D66 en de ChristenUnie in hun verkiezingsprogramma hebben staan, maar ik mag hopen dat ze dat even hebben weggegooid nu ze aan het onderhandelen zijn. Fiscalisering van de AOW zou betekenen, heel ingewikkeld verhaal, maar ik zeg het kort, betekent dat de AOW-gerechtigden over hun AOW en hun pensioen tezamen 18% premie AOW moeten gaan betalen. Dat loopt op, let wel, tot 5000 euro netto per jaar. 5000, 18% over zeg maar 25.000, want de AOW die wordt via een compensatie er weer buiten gehouden. Maar je gaat 18% over je aanvullend pensioen, niet geïndexeerd al 15 jaar, ga je dus 5000 euro extra over je pensioen belasting betalen. AOW is een volksverzekering. Je betaalt gedurende de arbeidszame jaren en je ontvangt daarna je AOW. Door iedereen, voor iedereen. Dat is de kern van de volksverzekering. En dan ga je dus geen geld op de uitkering van die verzekering afpakken. Dat doe je ook niet met een lijfrenteuitkering. Je betaalt ook geen premie lijfrente meer als de lijfrente ingaat. Gezond verstand, zei ik straks. In het wetboek van strafrecht heet zoiets diefstal. Het zou de ouderen gemiddeld, ja, die 5000 die ik noemde, het zou de ouderen gemiddeld meer dan 10% koopkracht kosten. Dat zijn cijfers die het kabinet mij heeft geantwoord een maandje geleden. En dan komt die, het levert de schatkist netto 5 miljard op. 18% over onze pensioenen levert de staat bruto 10 miljard op. 10 miljard en netto 5 miljard. Ik ga het niet uitleggen hoe dat verschil er is, maar goed. Een vriendelijk verzoek aan de formatietafel. Doe dit niet meer, vrienden. Doe dit niet, anders zijn wij geen vrienden meer. Tot slot, de kabinetsformatie. Over de formatie is het afgelopen jaar veel gezegd en geschreven. Ik zal er niet veel aan toevoegen. Ik volg de politiek al van heel lang geleden, begin jaren 70. En bijna elke formatie kent impasses, gebekvecht en mislukte overleggen. Zoals we ook nu weer hebben gezien. Partijen willen altijd twee dingen tegelijk, die niet tegelijk kunnen. Namelijk zichzelf naar buiten krachtig presenteren en in de binnenkamer toch maar zaken doen. Het eerste leidt tot afstand van de andere partijen en het tweede lijkt dan op slappe knieën. Zo is het, zo was het en zo zal het blijven. Uiteindelijk komt er altijd een kabinet. Bovendien kunnen we best tevreden over zijn dat we zo'n stabiel land hebben dat alles gewoon doorgaat, ook na COVID, regering of niet. Geen opstanden, geen bloed aan de paal, maar gewoon elke dag doen wat je moet doen. Voor 50PLUS geldt dat wij elke partij en na de formatie elke regering constructief tegemoet treden. De kiezers van 50PLUS zijn niet gediend met ruzie, niet intern, zoals ze tot onze eigen schade hebben gezien, en niet met andere partijen. Ruzie brengt bijna altijd verlies. De kiezers van 50PLUS zijn het meest gediend met een positieve uitstraling. Om twee redenen. 1. Dan gaan andere partijen zaken met ons doen. En 2. Dan gaan er meer mensen weer op onze partij stemmen.
waardoor ons geluid beter wordt gehoord. In Nederland, het is al gezegd, is meer dan de helft ouder dan 50 jaar. Voor 50 plus is dus tenminste half Nederland te winnen. De senioren krijgen een machtige stem als 50 plus van hun dat vertrouwen krijgt. Voorlopig zullen we rustig en verstandig met andere partijen moeten proberen om tot zaken te komen. In het pensioendossier zult u straks weer zien dat wij reeds met 2 zetels ertoe doen. Omdat onze argumenten hout snijden en omdat wij ook bereid zijn naar andere partijen te luisteren en die steunen als zij bereid zijn ons te steunen. Het is meestal een kwestie van elkaar gunnen. Wel nu, 50 plus staat daarvoor open, ook straks bij het nieuwe kabinet. Wij geven niks weg, we zijn op de politieke markt om te ruilen, waar we uw belang steeds voorop zetten. Daarom zal ik niet mopperen over de formatie, maar we houden wel alles goed in de gaten. Er lijkt sprake van te zijn dat de oude coalitie toch weer met elkaar door een deur kan. Dat vinden we prima, want dat geeft extra kansen voor 50 plus. Zo zijn we ook. In de Eerste Kamer. Daar heeft die coalitie geen meerderheid, in de Tweede wel, met die club. VVD, D66, CDA en de ChristenUnie hebben in de Eerste Kamer maar 32 zetels en komen er dus 6 tekort voor de meerderheid van 38. En dan kunnen die 2 zetels van 50 plus het verschil maken. En dat is heel interessant voor de coalitie. En het zal u niet verbazen dat Martine en ik afgelopen tijd regelmatig door ministers zijn gebeld of door fracties uit de regering. Maar er moet wel naar ons geluisterd worden. We willen ook best met de regering dus uit wandelen gaan, maar wij zijn geen partij die ook meedoet met boosheid, cynisme en moties van wantrouwen. Sinds ik daar weg ben, 2 jaar nu, is eigenlijk een motie van wantrouwen een gewone motie geworden. Daarvoor gebeurde dat hoogst zelden, behalve bij 1 partij dan, maar verder eigenlijk niet. Maar ik ben nog niet weg of het regent moties van wantrouwen. 50 plus is geen scheldpartij. Elk kabinet is groter dan wij, maar wij kunnen onmisbare steunkousen zijn. Bovendien lijkt die coalitie juist omwille van zijn kwetsbaarheid te willen gaan werken met een niet dichtgetimmerd regeerakkoord. Geweldig. Ook dat geeft openingen om zaken te doen. Sowieso is een minder strak regeerakkoord een zegen. Ministers worden in Nederland nu steeds meer knechten van de regeringsfracties. Of omgekeerd overigens. Terwijl het landsbestuurders die ministers moeten zijn. Geeft de bewindspersonen weer een ruime portefeuilleverantwoordelijkheid. Dan kunnen er in de Kamer zaken worden gedaan met ministers apart. Op eigen merites. Wij hebben ons wensenlijstje straks klaar liggen. Kortom, ik wens de dames en heren in het formatieoverleg wijsheid en een spoedige positieve uitkomst, zodat we aan de slag kunnen. Wij zijn er klaar voor. 50 plus kijkt vooruit naar de raadsverkiezingen van volgend jaar. Eerst krijgen we nog een voorproef. Volgende maand, op woensdag 24 november, om precies te zijn, zijn er al raadsverkiezingen in het land van Kuik. Een prachtige naam voor een nieuwe gemeente die na de herindeling in het noordoosten van Brabant is gevormd. Het is eigenlijk een stad. Het gaat om Kuik, Boxmeer, Graven, Mil, Sint-Hubert, Sint-Antonis. 50 plus komt naar het land van Kuik om in dat prachtige gebied te laten zien dat onze partij springlevend is en klaarstaat om bij uitstek de belangen te dienen van iedereen in Nederland en dat op de kaart te zetten. Ik zal er zijn, Martine en ik. Met ons allemaal. Er zullen heel veel mensen van 50 plus zijn. 50 plus is terug van nooit weg geweest. Maar tot slot. 50 plus, dan wordt het echt politiek, eist 3% indexatie van de pensioenen of een eenmalige verhoging van de AOW. Gisteren werd bekend dat door de stijging van de gasprijs de koopkracht van gepensioneerden in 2022 met 2% verslechterd. Alleen door de gasprijs. Ik heb nog niet over de boodschappen. Waarschijnlijk nog veel erger. Na de compensatie door het kabinet van gisteren van globaal €400 blijft de daling toch nog 1%. Dus volgend jaar is in ieder geval
daalt de koopkracht nog met 1%. Niet 2, maar 1. En waarom 1? We stonden in de boekjes op 0 en dat is dan nu min 1. Wij eisen daarom indexatie van de pensioenen in 2022 met 3%. En wij zullen die eis op tafel leggen in het overleg in de Eerste Kamer met staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken over anderhalve week. Wij zijn in de Eerste Kamer. Voor de Tweede Kamer hebben wij de kans om die eis op tafel te leggen. En gebeurt dat niet, die indexatie, die overigens de staat geen cent kost, maar zelfs als je 3% indexeert, betekent dat de pensioenen met 1200 miljoen omhoog gaan en Hoekstra steekt daarvan 400 miljoen van in zijn zak. Dat ze dat dus niet doen is eigenlijk onbegrijpelijk, maar ze gunnen de ouderen in Nederland dat niet. Maar gaat die indexatie van de pensioenen niet door, en dan komt die, dan eisen wij een eenmalige verhoging van de AOW met 2% voor volgend jaar. Een eenmalige verhoging van de AOW van 2% in 2022, wat ik dan kortweg maar samenvat als de eis van een AOW-toeslag van 200 euro volgend jaar. Dank u wel. Ja, lieve leden, komt er natuurlijk aan het eind van de dag. Martin, ja, zo'n prachtig mooi betoog. Het leert ons weer ten ene male eigenlijk. Ik had het vanochtend natuurlijk nog even over ons bestaansrecht. En ik wil dat toch nog even dan weer naar voren halen, want jouw verhaal toont één ding des te meer aan dat we die discussie over dat bestaansrecht achter ons moeten laten. Want je geeft precies aan waar wij het uiteindelijk met elkaar allemaal voor moeten doen. Ik dank je zeer hartelijk voor dit betoog en dat geeft denk ik voor ons voldoende aanleiding zoals we hier in de zaal zitten om met de komende periode weer hard tegenaan te gaan. En wellicht nog twee woorden. Martin heeft natuurlijk denk ik ook aangehaald met, en ik denk zelf ook met betrekking tot de ruzies en achterklap en wat al die meer zijn. Het woord positief zou ik er nog eens eigenlijk willen uithalen. En het woord samenwerken zou ik er nog eens willen uithalen. En als wij die twee ook elementen ook in de toekomst daadwerkelijk inhoud kunnen geven. En ook met de wijze woorden van Martin waar wij als 50 plus voor staan. Gaan wij zeer een heel groot eind komen. En daar ben ik vast wel overtuigd dat wij in de toekomst weer gaan scoren. Ik dank u hartelijk voor deze dag. En ik nodig u uit nog voor een klein drinkje drank in de zaal. Dank u wel.